Een vrouw van 21 uit Vianen is vorige maand ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Laagravense weg in Nieuwegein. Ze brak haar onderrug en zal nog maanden moeten revalideren. Jacqueline, jullie hebben echt de hulp van de kijkers nodig om de oorzaak van dit heel nare ongeluk te achterhalen. Ja, dat gebeurde dus op vrijdagavond 15 maart rond 6:30 s'avonds. De vrouw die komt dan aanrijden vanaf de waterlinieweg en neemt de rotonde onder de A12 richting Nieuwegein. Nou, als er zo'n 200 meter voorbij de rotonde is, raakt haar auto dus door onbekende oorzaken in de slip. Nou, ze schuift een middenberm over, schiet dwars over de rijbaan voor het tegemoetkomende verkeer. En dan schiet ze over de sloot en komt in de berm terecht. En in de berm, daar komt ze dan uiteindelijk tot stilstand. En hier zie je dus nog de bandensporen en boven in beeld de auto van het slachtoffer, een grijze Citroën C1. Een automobilist die op de baan van het tegemoetkomende verkeer reed, die had zijn dashcam aan. Ja, klopt. En hij reed dus vanuit de richting Nieuwegein naar die grote rotonde. Hij reed op zo'n 300 meter afstand van de plek waar ze dus de weg overstak. Hier in de verte is te zien hoe ze dus rechts in de berm belandt. Ja, er rijdt toch nog wel wat verkeer. Het is eigenlijk best wel een wonder dat niemand haar geraakt heeft. Maar hier rechts zie je dus dat ze in de berm tot stilstand is gekomen. En de automobilist met de dashcam die parkeert dan vervolgens zijn auto hier in de berm om haar... in ieder geval even te helpen. Precies. Ja, de vrouw had zelf al 112 gebeld, waardoor politie en de ambulance snel ter plaatse zijn. Nou, de vrouw wordt naar het ziekenhuis gebracht, waar blijkt dat ze haar onderrug gebroken heeft. En we zagen net op de beelden dat er best wel wat automobilisten op de weg waren op het moment van het ongeluk. Ja, en die automobilisten, die zoeken jullie. Ja, want we willen dus weten hoe zij in de slip is geraakt. Dat is dus nog onbekend, dat zijn we aan het onderzoeken. Ja, en we hopen dat er toch mensen zijn die dat gezien hebben. Ja. Het was best druk, dus hopelijk zijn er getuigen. Precies. Reed u die vrijdagavond 15 maart rond 6:30 op de Laagravenseweg en heeft u iets van dit ernstige ongeluk gezien? De politie hoort dan heel graag van u. U kunt contact opnemen met het tipnummer 0800 60 70.